Je ziet gelijk dat hij zijn ogen dicht doet, adem in, dus alles doe je. Je moet het ook goed oefenen, dat je zeker weet waar alles zit. Gas, gas, gas! En dan roep je altijd weer gas, gas, gas. Dat als iemand misschien was ik al net met het voertuig bezig, heb ik het helemaal niet gehoord. Zit ik lekker in mijn eigen wereld of ik ben een beetje moe omdat we al zo weinig geslapen hebben. Dus je roept het altijd door zodra je masker op zit. Nou, dan loop je er zo bij. Ja. En dit is eigenlijk voor het eerst dat wij dit doen. Om Defensie een beetje in de aandacht in de picture te brengen. Dan gaan wij scholen af om de kinderen te vertellen wat wij doen. En eten kan je lang zonder. Dat kan je echt wel een dagje eventueel wel even uit. Het is niet fijn, maar drinken niet. Daar hebben ze aan gedacht. Er zit een mooi slangetje aan. Die kan je op een bepaalde speciale dop doen van je veldfles. En als je die veldfles dan op zijn kop houdt, dan kan je hier een kraantje openzetten. En dan komt er aan de binnenkant een soort van rietje naar voren. En dan kan je gewoon, terwijl je masker op hebt, kan je gewoon lekker alsof je pakje wiki aan het drinken bent. Werken bij jullie ook meisjes op? Jazeker. Wij hebben zelfs een vrouwelijke. Ja, dat is een hele goede vraag. We hebben zelfs een vrouwelijke groepscommandant. Die achter die kerels zoals Bart en Meijer aanstuurt. Ja. En in diezelfde groep zit ook een vrouwelijke soldaat. Lopen jullie ook op kisten? Ja. 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 Ja, en dit is onze eten. Dit is één zak voor 24 uur. Dus een dag en een nacht kunnen wij hiermee vooruit. En we hebben geen lekkere boterhammen van moeders. We hebben gewoon een soort van kaakjes. Dat is een vervanger voor onze boterham. Want boterhammen nemen en veel ruimte in. Ja, en het is niet houdbaar. En dit kan jaren in de kast liggen en er gebeurt niks mee. We hebben zaterdag de landmachtdagen. Eerder waren die op een kazerne in Nederland. En tegenwoordig komt de landmacht naar de mens toe. Dus er is in Enschede is deze zaterdag. Is een landmachtdag. We hebben een tent opgezet en dan kunnen ze middels nachtzichtapparatuur in een verduisterde ruimte zich doorheen navigeren. We hebben een laantje uitgezet met metaaldetectoren, want dat is een deel van ons werk om dus inderdaad mijnen en bermbommen, oftewel IED's, zo noemen wij ze, te vinden. En dan kunnen ze dus het zelf ervaren en dan goodies hebben we verstopt onder de grond en die moeten ze dan opzoeken. We staan hier op het Minimakersfestival in Almelo. En wat je hier ziet is een prachtige verbinding tussen onderwijs, bedrijfsleven en cultuur. En volop experiment voor alle leeftijden met techniek, innovatie, wetenschap. Voor alle leeftijden, dus ook voor mijn leeftijd? Absoluut ook voor jouw leeftijd. Alle leeftijden is net misschien een beetje overdreven. Ik zag net een peutertje van een jaar of twee. Daarvan dacht ik, misschien is hij net wat te jong. Dat is vooral voor de vader leuk. Maar voor oudere mensen van boven de 60, zeg maar, is de techniek dan nog wel interessant? Ik denk als je als oudere feeling wil houden met wat er in de maatschappij gebeurt en feeling wil houden wat je kleinkinderen beweegt, wat in je omgeving gaat gebeuren, dat het juist belangrijk is dat je naar dit soort beurzen komt en dat je eigenlijk tijd investeert in het bijhouden van wat er aan ontwikkelingen gebeurt. Zijn die dingen aanwezig waarvan u zelf zegt van dat is heel bijzonder? Ja, er zijn meerdere dingen die ik heel bijzonder vind. Ik vind bijvoorbeeld de machine van de ROC, van de afdeling procestechnologie, heel bijzonder. Die maakt procestechnologie, daar heb je eigenlijk gewoon geen enkel beeld bij wat het is. En die machine maakt heel erg duidelijk wat procestechnologie is en wat dat in de maatschappij voor een plek inneemt. En ik denk dat als je die machine, dat je hiermee hebt gespeeld, dat vanaf dat moment denk je als kind, procestechnologie, dat wil ik ook. En verder? Andere hele bijzondere dingen vind ik bijvoorbeeld computers hier, de robots die hier zijn met gezichtsherkenning. En in een half uurtje kan je die zo programmeren dat die robot jou herkent, dat hij jouw gezichtsuitdrukkingen herkent. En dat hij tegen jou zegt, goh, je kijkt boos. Waarom kijk je boos? Wat moet ik voor je doen? Nou, dat vind ik geweldig. En doet hij dan nog wat voor je? Nou, ja. Hij zet een lachenbekje op of hij. De afstemming is nog niet helemaal, sluit nog niet helemaal aan op mijn behoeften. Maar het feit dat dit kan met technologie maakt mij al heel blij. De robotologie. Denk je dat dit het begin is van het grote gebeuren?
Ik denk dat dit op alle vlakken het begin is. Dus als je ziet naar ontwikkelingen, dan gaat het steeds sneller. En dat zal ook met de robottechnologieën gebeuren. Dus daarom is het wel interessant voor iedereen om hierheen te gaan. Het is voor iedereen interessant, omdat als je nu aanhaakt, hoe eerder je aanhaakt, hoe beter je bij kan blijven met de ontwikkelingen die gaande zijn. Voor elke leeftijd? Voor elke leeftijd. Als kind moet je nu aanhaken voor een goed arbeidsperspectief. Als volwassene om gewoon bij te blijven en om je leven lang een baan te kunnen houden. En als senior om gewoon een goede grootvader te kunnen zijn, om een goede grootmoeder te kunnen zijn. En om gewoon mee te kunnen blijven lopen in de omgeving waarin je woont en werkt. Ik had al heel lang een wens om een webwinkel te beginnen. En dat heb ik ook al heel veel jaren verwezenlijkt. En daarnaast heb ik een shop-in-shop gehad aan de Woonboulevard, 40 in Almelo. En op een gegeven moment, ja, dan is het tijd voor wat anders. En dan, ik denk, nou, die stap maar wagen. Ik heb Wiebe Blauw ontmoet van Stadje Winkel in Almelo. En daar hebben we gesprekken gevoerd en gezegd, nou, we zijn de mogelijkheden. Eigenlijk kan je zo beginnen, zegt hij, want je hebt de voorraad al. Dus, en zodoende zijn we gaan kijken wat is een geschikt pand. En dat hebben we hier gevonden, dus . Nou, het is allemaal Engels porselein wat hier achter mij staat. En dat is weinig te krijgen hier in Nederland. Een enkel theehuis heeft het misschien en dan een paar stukjes ervan. Maar we hebben hier een hele kast vol. We hebben bijna eigenlijk alles wat ze voeren. En ieder jaar komen er nieuwe leuke dingen uit. En dan vullen we dat weer aan. En anderen die lopen er langzaam weer uit. En ja, het is zo leuk omdat je het allemaal kunt combineren met elkaar. Dus, ja, wat wij doen is wij zoeken mensen op die eigenlijk in hun bewustzijn eigenlijk het idee hebben om voor zichzelf een winkel te gaan beginnen. En op dat gebied zich aanmelden bij ons. Daar gaan we dan serieus mee in gesprek. Daar hebben we financiële specialisten bij. We kijken naar hun ideeën, we kijken naar de ondernemer die erachter zit. En als het allemaal goed overkomt, dan gaan we die mensen helpen met een businessplan, met de financiering en alle soort zaken meer, om te zorgen dat ze starten in Almelo. Dit is eigenlijk de vierde winkel waar we betrokkenheid bij hebben. De vijfde die wordt een slijterij, die gaat half juli gaat die open in de Passage, dat is eigenlijk ook definitief. Dan zijn we met een hele leuke horecaondernemer bezig die een hartstikke leuk concept heeft. Die zit in afrondende fase. Als de financiering daarvan goedgekeurd wordt, waar alles schijn van heeft, dan gaat zij ook beginnen. En dan zitten we eigenlijk al op 6 ondernemers die we in een half jaar tijd geholpen hebben. En daar zijn we apetros mee. Nou, de bedoeling is dat we kinderen heel veel plezier laten beleven hier in de fantastische beweegtuin. Van Obifit Sportcentrum. Ja, en de kinderen die hier komen, dat zijn allemaal kinderen die net even ietsjes meer nodig hebben, hè? Ja, dat klopt. De kinderen die hier komen, dat zijn kinderen die of last over autisme hebben, of ADHD, of iets anders. Wat ervoor zorgt dat ze het moeilijk vinden om in een grote groep te kunnen sporten. En daarom bieden wij samen met Obifit een groep waar zij dus iets meer aandacht hebben en minder afgeleid worden door andere kinderen in de groep. Vandaag ben ik van start gegaan met Daan vanuit de club. Ja. En hoe is dat om met Daan samen te trainen? Nou ja, Daan is heel erg gemotiveerd en hij is ook heel erg goed. Eigenlijk nu al een beetje te goed, dus we moeten even kijken hoe we dat gaan oplossen. Want ik kan hem nu al niet meer bijhouden na 35 minuten, dus we moeten even kijken hoe we dat gaan doen. Dus hij moet niet te goed worden, hè? Dat kan ook niet. En hoe vind je het tot nu toe? Wel leuk. En wat vind jij het leukste om te doen? Klimmen. En waar klim je het liefst in dan? In de boom? Ja, we hebben niet zoveel bomen, maar op school hebben we zo'n klimmuur. Een klimmuur. En dat vind je heel leuk om naar boven te klimmen? Jawel. Ze kunnen zich bij mij opgeven. Ze kunnen een telefoontje naar 06-129-60389. Of mijn e-mailadres, dat is ellen@declub.nl. Han Veneman maakte in 1981 de ontvoering van Europa. Het staat op de hoek van de Oranjestraat en de Molenstraat.
We zien hoe de bekoorlijke en fragiel ogende dochter Europa door de als stier vermomde god Zeus wordt ontvoerd. Het kunstwerk is gemaakt in opdracht van de winkeliers in de Oranjestraat. Tap to Almelo is een wervelende show met muziek op bekende melodieën, hits, musicalmuziek en de traditionele marsmuziek. Natuurlijk, die hoort erbij. Een show met verrassende elementen in de presentatie van elk korps dat gaat optreden. Een show met deelname van vaandelzwaaiers, majorettes en, omdat het de vijfde editie is, een show met een verrassend slot vol met zang, gezamenlijke optredens van korpsen en een geweldig spetterend vuurwerk. De vijfde keer. En de vijfde keer gaat de opbrengst van dit mooie evenement naar Kans voor een Kind. Het gaat om een goed doel, dus doe vooral mee en kom kijken.